vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Het is namelijk de Pringle Challenge. En deze challenge ga ik samen met Suweda doen. Jullie kennen haar vast al van de Bean Boozled Challenge, die ik samen met Anne en Suweda heb opgenomen. Het spelletje houdt in dat we één iemand krijgt de blinddoek om en dan degene zonder blinddoek moet een Pringle uitkiezen en die aan degene geeft met blinddoek om. En die moet dus raden welke smaak het is. Als ze het goed hebben, krijgen ze een punt. En als ze het fout hebben, krijgen ze geen punt. En degene met het mispunten, die is dus een verliezer. En moet alle smaken Pringles in één keer zijn mond doen en opeten. En de smaken zijn... Original, Kick'n Chicken Taco, Hot and Spicy, Sour Cream and Onion, Chili Con Queso, Chili Lime, Cheeseburger en als laatste pizza. We doen even steen, papier, schaar. Wie er gaat beginnen? Steen, papier, schaar. Jij moet beginnen. Oké, ik zal die bril even afdoen voor het masker. En we hebben alle bussen nog niet open gedaan, dus we weten ook niet hoe ze alles smaakt. Zo. Kan je het zien? Nee. Hoe vingers denk ik op? Ik zie echt niks. Oké. Welke zou ik kiezen? Ik ga deze doen. Oké. Open maar. Zo. Oh ja, en dit is de smaak. Ik krijg hem nieuw. Oh yes. Is hij lekker? Ja. Ja? Hot en spicy? Ja! Hoe wist je dat? Deze hebben we vaker gegeten. Ja. Oh! Je hebt gewoon een punt. Oh. Oh. Oké. Nu ben ik aan mijn beurt. Spannend. Ik doe ook even mijn bril af. Zo, alles is ineens gelijk licht. Oké, de smaak die ik doe is deze. Je ziet echt niks, hè? Nee. Volgens mij weet ik wat dit is, maar dit is echt gewoon een rare smaak. Is wel lekker. Ik denk Kick'n Chicken Taco. Ja. Yes. Yes. Ik dacht hij smaakt een beetje naar taco. Ja, oké. Het staat 1-1. Yes. Ja. Nu is Suweda weer aan de beurt. Okay. Welke zou ik kiezen? Ik ga nu vast denken. Ik denk dat ik het al weet. Ja? Ja? Heb je hem op? Oké. Deze. Spannend. Het ruikt wel lekker. Ja. Ja. Proef je het? Zo. Wat is er? Die is echt pittig. Pittig? Ja. Ik had niet verwacht te zien. Oh ja. Zo. Die ene met die lijm of zo. Die chili. En chili, ja. Die. Die bedoel ik. Ja, bedoel je die? Ja. Dat is fout. Oh. Yes! Yes, oké. Okay. Is die wel lekker? Of? Nee, ik vind het niet zo lekker. Oké. Okay. Ben ik weer aan de beurt? Yes. Er staat nog steeds 1-1. Zo. Ja. Ik ga voor deze. Ik vind het best wel spannend. Oh, ik weet niet wat dit is, denk ik. Is het cheeseburger? Ja.
Het smaakt naar McDonald's. Okay. Het smaakt echt naar McDonald's. Het staat 2-1 voor Nina. En dan is je weder weer aan de beurt. Ja. Dan moet ik weer kiezen. Ik vind het zo moeilijk. Oh, ik zet het nog steeds voor. Oké. Okay. Deze. Weet je dat je deze in het vliegtuig, als je deze in het vliegtuig openmaakt, dan popt alles eruit? Hoezo? Door de luchtdruk. Daarom maken wij het altijd open voordat we in het vliegtuig gaan. Oké. Zo. Weet je wat dit is? Cheese onion. Cheese onion? Ja. Er zit geen cheese onion bij, volgens mij. Jawel, toch? Nee. Wacht even. Zeg maar welke kleur het is misschien. Weet je dat? Nee. Er zit geen cheese onion met bij. Met onion. Ja, iets met onion. Oh. Je mag ook zeggen welke kleur het is, anders is dat goed. Welke kleur pak het is, soort van. Groen? Ja. Het was sour cream en onion. Dat pak ik nou op cheese. Okay. Cheese en onion. Oh, misschien omdat het net cheeseburger was. Ja. Oké. Hele punt of half punt? Want je wist de naam niet. Ja, half punt. Oké, half punt. 2 tegen 1,5. Oké. Dan ben ik weer aan de beurt. Er zitten echt smaken bij die je niet zomaar hier kan vinden. Oké. Ik ga voor deze. Oh, wacht, je moet toch open. Oh, die zit heel veel op. Ik zeg niet dat dit is, maar het smaakt een beetje naar original. Ik heb echt geen idee. Wat denk je? Ik denk... pizza. Nee? Oh, wat was het? Sour cream en onion. Weer? Hoe komt dat weer? Wat? Oh. Ik dacht echt dat het pizza was. Oh, wacht. Nee, ik kreeg geen punt. Het staat nu 2 punten voor Nina en 1,5 voor mij. Nu is het weer mijn beurt. Dus... Er zijn nog maar een paar over. Ik vind het zo moeilijk om te kiezen, want ik moet wel moeilijker doen dit keer. Ik ga deze doen. Ja. Dit lijkt me best wel. Zo. Wow, dit ziet er cool uit. Smaak je het? Proef je het? Weet je wat het is? Nee? Mij lijkt het wel lekker. Overduidelijk misschien ook wel. Oh, dit plaatje is trouwens super cool. Nee, ik weet het echt niet. Mij lijkt die echt super lekker, maar... Pizza? Ja! Okay. Oh, nu sta ik weer achter. Oh nee, ja. Nu is het 2,5 voor mij. 2,5 voor Zweden en 2 voor mij. Ben ik weer. Bril afdoen. Ik kom mijn bril op. Ja. Bril af, bril op. Oké. Mijn haar aan de kant. Zo. Mijn haar wordt hier best wel statisch van, volgens mij. Oké. Ik vind het altijd moeilijk om te kiezen, hè? Ja. Ik ga voor deze doen. En spannend. Zo uit. Ik zie niet, maar jullie misschien. Oh, mag ik niet raken. En? Ik denk die chili lime.
Ja. Ik proef echt heel goed die limoen, maar het is ook een beetje pittig. Oh, yes. Oké. Okay, ik proef echt heel goed die limoen, maar je proeft ook echt dat pittigheid van die chili. Oké, okay, nu heeft Nina 3 punten en ik 2. Dit is de laatste ronde en Zweden mag zoals altijd weer beginnen. Oh, nu zijn er volgens mij nog maar 1 over die we nog niet hebben gedaan. Dus moet ik even denken wat ik dan moet doen. Ja, ik ga gewoon deze ding. Ik weet het niet. Niet te makkelijk maken natuurlijk. Ja, ik ga deze op. Deze. Wow, die zien er ook weer cool uit. Ik vind ze altijd heel zout. Zo. Net is die met kip. Het kip? Ja, kip en chicken of zo. Chicken en dan? Taco. Yes. Ja. Ja, die is goed. Dat proef je echt goed, hè? Ja. Ja. Die is echt lekker. Mm-hmm. Die had jij ook een keer meegegeven. Oh nee, nu, als ik nu deze niet haal, dan heeft ze weer met een half punt gewonnen. Oh, dan moet ik ze allemaal eten. Oké, Linda girl op. Haar aan de kant. Zo. Ja. Oké. Okay. Oh, ik ga voor deze. Oké, ja. Oké, daar gaat hij. Ik proef iets, maar... Volgens mij... Het is in ieder geval niet de original, dat weet ik. Denk ik. Dat weet ik, denk ik. Ik weet niet zeker. Ik denk. De pizza. Ja. Ja? Ja. Jee! Jee, ik heb gewonnen! Nee, die was echt moeilijk. Dat... Ja. Dat yes! Ook. Yes! Uh-huh. Oh, maar jij moet nog een punt bij jou doen, hè? Ja. Yes, ik heb gewonnen! Dus nu moet Zweden alles maken in één keer in zijn mond doen. Oh nee. Oké. Okay. Ik pak er maar gewoon één. Oké. Okay. Ik stik een hele in mijn mond. Van elke een hele. Nou, dat gaat denk ik niet passen, of wel? Nee. Jawel. Je moet gewoon opstapelen. Oké. Okay. Okay. Er zijn er al 2. Oké. Okay. Ik vind het zo. Ik vind het zo spannend voor haar. Hoe kan dat? Oké. Okay. Die pizza, daar dacht ik echt zo van. Oeps. Kijk, dat zie je wel verschil. Ja, want sommige hebben echt zo'n rode tint en andere weer een bruine. En deze wordt groter. Ja. Wow, welke was dat? Oh, dit moeten we deze nog. Deze heb ik al gehad. Deze ook. Pizza hebben we... Hey, deze is nog niet open geweest. De original. Ik dacht, die doe ik niet, want die is te makkelijk. Ja. Dat kreeg ik zeker ook. Ja. Oké, heb je hot en spicy al gehad? Nee. Nee, dat is ook mij ook niet. Volgens mij zijn deze groter. Deze. Uit Nederland. Ja. Want we hebben 5 uit Amerika en 3 uit Nederland. Hebben we die al? Nee, volgens mij niet. Hoeveel heb je er? Want we moeten er 8 zijn. 2, 4, 6. 7, ja. En dan zit de laatste. Ik weet hoe het in mijn mond gaat. Oké. Dat zijn ze. Oké. 3, 2, 1. Oh, hoor dat. Is het lekker? Mm-hmm. Is het, vind je het lekker? Al die smaken bij elkaar, is het lekker? Ja. Wow, je proeft de limoen heel erg. Ja, dat had ik dus ook bij die... Ik raad het deze door, die limoen. Ja. Ik denk... Is het lekker? Ja, is dat lekker? Ja. Vet. Oké. Okay. Je ziet echt aan dat er al die kruimels vallen. Oké. Okay. Oh. Dat was de challenge. Ik vond hem echt super leuk. Voor jou leuk? Ja, ik vond hem ook heel leuk. Ook al heeft ze verloren. Ja. Maar als je deze video ook leuk vindt, dan geef deze video dan een duim omhoog. En abonneer ook gelijk op mijn kanaal als je mijn nieuwste video's niet wil missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!